Martijn, het zit erop hier bij Silvolde. Ja, dat klopt. Ja, het is na een heleboel lange seizoenen uiteindelijk hier bij Silvolde na 3 jaar is het mooi geweest. Wat ga je doen? Eerst thuis aan mijn gezin tijd besteden. Dat lijkt me heel verstandig. Gezien de periode waar ik hier heb gehad, de laatste wedstrijden. Maar goed, dat heb ik eigenlijk al een keer willen doen. Alleen dan blijft toch het bloed kruipen waar het gaat. En dan op een gegeven moment wil je toch graag nog een keer onder de lat staan. Als je fit bent en dat soort dingetjes allemaal. Maar goed, het is een keer mooi geweest. En ik kan niet eeuwig blijven voetballen. Dus dit jaar moet het dan maar, dit jaar moet het maar gebeuren. Door de blessure van Marco hebben we jou heel vaak in de basis gezien. Ja klopt. Ja, nou goed, we hadden een afspraak gemaakt met de club en met Marco. Mocht er een probleem zijn, ik train 1 keer in de week mee. Mocht er met Marco wat gebeuren. Dat gebeurt niet zo vaak. Ik denk, dan kan ik hier wel veilig naartoe, kan ik wel gaan trainen. Maar goed, dit seizoen raakt hij behoorlijk geblesseerd. Dat is heel vervelend voor hem. Gelukkig is het wel in ieder geval op te vangen nu voor de club. Anders dan ben je als club gewoon wel in de penarie. Want je ziet nou met andere wedstrijden dat je in 1 keer dat je niks achter de hand zou hebben. Kijk hoe het opvangt. Dat ging prima. Dus vervelend, echt vervelend voor Marco. Maar ik had niet in de planning om 11 wedstrijden te voetballen. En een beetje. Maar als het moet, dan moet het. En ik moet zeggen, ik heb er toch wel weer van genoten, de wedstrijdjes die ik gespeeld heb. Wat is jouw hoogtepunt dit seizoen geweest? Dat is een moeilijke. Nou, ik moet zeggen dat we een hele moeilijke wedstrijd gespeeld hebben bij TVC. Die punten hebben we daar wel gestolen. Ik zal niet zeggen dat ik daar heel veel heb gedaan, maar ik heb me daar wel in het veld... dat ik voor mijn gevoel lekker in mijn vel zat. En dat de ploeg daar wel bij varen. En daardoor wij allemaal lekker rustig bleven. En dat we daar toen de 2-0 over de streep getrokken hebben. Verder is wedstrijden tegen mijn oude club, zoals tegen Babberich en tegen Rede. Nou, dat was niet zo'n hele fijne trouwens, maar goed, tegen Rede hebben we gespeeld. En tegen SJO de wedstrijden zijn apart. Maar ik denk, als ik dan met een resultaat en het gevoel hoe ik in het veld zat, vond ik TVC uit wel een hele fijne. Ja. Wat ga je missen? Ik denk de kleedkamerhumor, denk ik. Dat is wel iets waar ik... Vertel, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Ja. Nou, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja, dat klopt. Goed, weet je, voetbalhumor is... dat is er gewoon. Je kijkt toch niemand naar, dus vertel het maar. Oké. Eentje dan. Er zijn er zoveel. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, we hebben heel vroeger een keer bij Babberich hebben eens een keer... ik zal de speler dan niet noemen, maar die kwam op een zondag voor een wedstrijd. En dan hadden we een beetje de gewoontes om voetbalschoenen in de kleedkamer te laten hangen. Althans, iedereen die nam niet zijn eigen spullen mee naar huis. Toen hebben we het op een gegeven moment eentje donderdag na de training. Maar we waren altijd laatst. Ik moet ook altijd vegen. Dat gebeurt nu dadelijk weer. De schoenen vol water en toen in de vrieskist gezet. En ze kwam dus niet eerder dan zondag met de wedstrijd. Kwam niet tevoorschijn. Dus die had 2 behoorlijke ijsklompen aan zijn voeten zitten. Maar daar kan je hard mee slaan. Dan kun je hard mee slaan. We gingen ook wel een beetje wijselijk uit de buurt. Maar dat zijn leuke dingen. Dat is geweldig. Dat zijn wel leuke dingen om mee te maken. Ja. Plus verder, op het moment dat je in de kleedkamer stapt, dan zet ik mijn tas neer. En dan wil ik gewoon het veld af. En dan doe ik er ook alles voor om te winnen. Of dat nu een partijtje is, of een wedstrijd. Maakt me niet uit. Maar die competitie zit er wel in. En dat zal altijd blijven. Dus dat zal ik denk ik wel gaan missen. Ja. Als er een club jou belt deze zomer? Om onder de lat te staan, bedoel je? Nee. Dat kan ik ook niet maken ten opzichte van de mensen hier. Want dan is het gewoon voor mij nog steeds... Het is hier of elders niet, zeg maar. Nee, het zal wel eromheen gebeuren. Ik heb bij DZC wat keeperstraining gedaan vorig jaar, een jaar ervoor. Nou, daar moest ik nog wel even toe aan wennen omdat ik zelf actief was. Nou, dat zal dadelijk minder worden of niet. Ik heb ook niet het idee dat ik bij een lage elftal zou kunnen gaan spelen. Voorlopig zeker niet. Ik heb dan toch wel weer misschien een beetje fanatisme daar te veel voor. Maar goed, ik ben met mijn kleine, die zijn mini effjes. Dus ik ga me maar op het trainersvak richten of zo. Dus, pupil van de week. Ja, dat lijkt me goed. Goed. Oké, in ieder geval bedankt ook namens de redactie voor de wedstrijden dat je hier gewoon stond in het doel. Ja, super. Dankjewel. Ook graag gedaan.